Ik ben Nico Lets, schipper van de Scheijungen 42, Alida Jolanda. En ik ben bijna 60 jaar. Nou, ik zeker al dik 40 jaar als ik op zee. Wij zijn de visronde. Ja. Ja, dat is, dat legt langs de hele Hollandse kust, legt er zo'n beetje. Van België tot dan naar Denemarken toe. Maar ja, de lekkerste zijn hier aan de Hollandse kust. Volgens de handel, ik dat geloof, want zijn ze hier het lekkerste. Want meestal krijgen we altijd wel een dubbeltje of twee dubbeltjes meer. Als om de Noord. Omdat ze gewoon wat lekkerder van smaak zijn. Vangen we overdag als het troebel water is. 'S Nachts dan gaan we meestal wat dieper helder water opzoeken. Want dan vang je 's nachts weer niet in het troebele water. Dus het legt er helemaal aan hoe de kwaliteit van het water is. Dik water of helder water. Zo noemen wij dat. Nou, de vistechniek, dat is al van oud zeer is dat die garnalen. Dat is, dat is één tuig. We hebben een klossenpees en tegenwoordig moeten er zeefnetten in. Een ontsnappingsnet heet dat, om de vis eruit te laten gaan. En de krabbetjes en al die dingen meer. Dus dat heet dan duurzaam vissen, zeg maar. En dan, daarvoor doen wij gewoon aan. We krijgen regelmatig controle van de Barenbiesheuvel, algemene inspectiedienst. En die gaat dan de netten controleren of alles goed is. Dus, dus daar houden zij er gewoon aan. We worden nu net door de scheep getrokken. Dan komen ze hier boven die bak te hangen. Dan kunnen ze leeg trekken. En dan begint heel het proces. Dan ga ik straks verder nog wel uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hier gaan de garnalen opvoerbandje op. Er zitten allemaal nog vis tussen, maar die gaan daar van de spoelmolen door. Vissers worden hier eruit gezet. Gaan door dit gootje gaan ze levend overboord. Dan blijven hier alleen de garnaaltjes over. Die worden met kleine scheppies tegelijk worden ze in de kookketel gegooid en daar worden ze gekookt. Dan komt hier uit de kookketel, dan gaat de spoelmolen in. Worden nog een beetje schoongespoeld en dan gaat het hier via het opvoerbandje komt het omhoog hier de tafel. En als je dan hier kijkt, zitten eventuele krabbenpootjes tussen en de rest allemaal garnalen. Kijk, wij zijn meestal 2 dagen weg. En een garnaal die, om levend aan boord te houden, dat gaat niet lang. En dan kun je ook geen massa's aan boord houden, dus dan moeten ze gaan koken. En dan kun je ze 2-3 dagen aan boord houden, met een goed koelruim. De meeste garnalenvissers zitten dus een beetje met de Waddeneilanden. Daar zitten ook de meeste garnalen, het grootste vlootje hebben daar zo. Je hebt de Waddenvissers, Zoutkamp, Wieringen, Lauwershoog. Daar zijn de meeste garnalenvissers actief, dus daar zijn ook de meeste garnalenvissers. Hier op de Hollandse kust valt er wel mee. Dus iedere maand ga ik weer met plezier naar zee toe. Het is gewoon de spanning iedere keer weer, hoe het dan deze week weer zou wezen met die garnalen. Dan zitten ze weer droog, dan zitten ze daar, dan moet je daar proberen. Het is gewoon iedere keer, ik zeg altijd maar visserij is loterij. Iedere week is het weer opnieuw. Dus het blijft toch een beetje spannend.